De wijzigingen van de kiesregeling en de grondwet zijn gisteravond in de Nationale Assemblée aangenomen met 46 algemene stemmen. Hiermee is er zekerheid dat de verkiezingen in 2025 gehouden kunnen worden. Binnen de kiesregeling is het districtenstelsel vervangen met een landelijke evenredigheidssysteem waarmee alle stemmen evenveel waarde hebben. De fractieleiders van VHP, NDP, ABOP en NPS zeggen dat de wetswijziging een resultaat is van politiek overleg. We zijn zeer ingenomen, zeker als de fractie van waaruit ik kom, maar ook als parlement, als natie, dat de aspiraties van die samenleving hier tot uiting wordt gebracht. Zoals ik al eerder zei, we zijn er nog niet, maar we zijn op een goede weg. En laten we dat voortzetten. Dat er veel overleg is geweest tussen de politieke partijen. Laat dat gezegd zijn. Want zonder dat overleg zouden wij als fractieleiders nooit zo snel overeenstemming kunnen bereiken. Ik ben blij dat we dit moment hebben en erkennende dat we nog een lange weg te gaan hebben. Vanuit de ABOPEL-fractie om te komen van een principiële standpunt voor het kiesdistrictse stelsel en de positieve discriminatie welke vrucht heeft afgeleverd voor de ontwikkeling van onze binnenland en onze binnenlandbewoners. Meneer de voorzitter, het is een harde pil om te slikken, maar wij hebben gedurfd om dat te doen. Omdat als bevrijdingsdenker je nooit mag blijven zonder een besluit in je leven. Zonder een besluit op een bepaald moment. Want wanneer je besluit, leer je van wat de tijd jou heeft gebracht. En dan heb je ook een visie van waar je van daaruit vertrekt naar de toekomst. De zaak in een stroomversnelling is beland de afgelopen maanden. Een situatie waarbij we op een gegeven moment dachten dat het moeilijk zou zijn om eruit te komen. Maar van deze kant uit, vanuit de NPS-fractie, moeten wij onze tevredenheid uitspreken over het feit dat wij bewezen hebben samen, wanneer wij dat willen, dat wij inderdaad ook kunnen komen tot besluiten waar natuurlijk niet iedereen helemaal eens mee zal zijn, maar die ons op weg brengen naar verdere democratisering, naar verdere ordening van onze samenleving. Het is een belangrijk moment waarbij we elkaar gevonden hebben. Wij hopen dat het hele parlement, en we roepen iedereen op om hun stem uit te brengen voor deze wijzigingen, maar dat het inderdaad een belangrijke stap zijn in het verdere proces dat wij moeten volgen. En de realisatie van de zaken die wij hebben aangegeven tot verdere ordening van deze samenleving. De BEP-fractie heeft zich onthouden van stemmen. Fractieleider Ronja Sabina verklaarde dat er weliswaar veel overleg is geweest tot de indiening van de initiatiefwetten, maar dat de initiatiefnemers daarna niet meer bij elkaar zijn gekomen. Wij hebben weliswaar, voorzitter, moeite om zegen te geven aan aanpassingen waarvan wij niet overtuigd zijn, waarvan wij niet het gevoel hebben, voorzitter, dat deze zullen bijdragen aan verbetering, versterking van de democratie in termen van eerlijke, rechtvaardige, kwalitatieve en gebalanceerde ontwikkeling van ons geliefd land. Meneer de voorzitter, we praten hier over standaarden, bijvoorbeeld toegang tot volwaardig onderwijs, voorzitter, dat die mechanisme er moet zijn, voorzitter, om die te beleven. We twijfelen ernstig, voorzitter, aan de mondeling commitment om het voorstel in termen van beide concepten tot wet te verheffen, voorzitter, onder de voorwaarden om deze daarna tussentijds te evalueren en te monitoren. Deze wetswijziging is voor DNA een historisch moment. Bij de wetswijzigingen van de kiesregeling bestaan er geen goedkope zetels meer.